Allereerst, jongens en meisjes, welkom. Wat ontzettend leuk dat jullie deze middag een proefles Latijn komen doen. Online weliswaar, maar dit is natuurlijk wel de beste manier om te kijken of het gymnasium iets voor jou is. Want wat zo uniek is aan het gymnasium is dat je hier de talen Grieks en Latijn leert. Nou, wij zullen ons allereerst even voorstellen. Ik ben mevrouw Koning. Ik geef hier Grieks en Latijn op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. En ik doe dit samen met mevrouw Hondema. En die zal voornamelijk reacties sturen op jullie vragen in de chat zometeen. Dat is ook meteen de plek waar je de meeste vragen kwijt kunt. Dingen die klassikaal handig zijn, die zal ik dan ook nog even benoemen. Ik zal mevrouw Kersten ook nog even noemen, even credits geven, want zij heeft deze mooie presentatie in elkaar gezet. Die naam zullen jullie zien staan. En dan weten jullie meteen ook dat je dus op de middelbare school eigenlijk je docenten, in ieder geval hier op het Stedelijk Gymnasium, met meneer of mevrouw aanspreekt. En nu kennen jullie al 3 van de docenten, Grieks en Latijn. Nou, wat we vandaag gaan doen is allereerst even de vraag stellen, waarom leren we eigenlijk Latijn? En wat gaan we dan allemaal tijdens die vakken doen? Daar mogen jullie straks zelf ook antwoord op geven. Dan gaan we kijken wat jullie al weten over de Romeinen. Want de Romeinen spraken natuurlijk Latijn. Daarvoor hebben we 4 stellingen waar jullie straks zelf mee aan de slag mogen. Tot slot gaan we ook doen wat we tijdens een echte les Latijn doen. Namelijk een stukje vertalen. Want die taal die kun je alleen begrijpen als je hem ook echt vertaalt. En daar gaan jullie mee aan de slag, net zoals bij de gewone lessen Latijn. Dan sluiten we af en is er nog een mogelijkheid tot vragen. Laten we met die eerste beginnen. Waarom leren we Latijn? En dat wil ik graag aan jullie vragen. Wat weet je al van de Romeinen en van Latijn? Nou, de link die je daarvoor nodig hebt komt nu in de chat. Dat is een andere link dan die hier in de dia staat. Dus gebruik de link uit de chat en vul je antwoord in. Ik ben heel benieuwd wat jij al weet van de Romeinen. En ik hoop ook dat iedereen de link kan vinden. Als je het lastig vindt, gooi dan even een vraag in de chat. Dan kunnen we jullie daarbij helpen. Komen er al antwoorden? Nog niet. Spannend. Heel oud. Oh, eerste antwoord is meteen een fantastisch antwoord. Goed hoor. Dat ze heel oud zijn. Een dode taal. Julius Caesar. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Mooie kleding. Rome, gladiatoren. Keizer Caesar. Nog meer Julius Caesar. Dus stukje bij beetje komen de antwoorden binnen. Ze veroveren land. Ja. Ik zal zo meteen jullie antwoorden eventjes samenvoegen en uitleggen. Dan vertel ik iets meer over wat we bij het vak Latijn gaan doen. Asterix en Obelix, ja ja. Ze zijn heel slim. Keizers. Rome is de hoofdstad van de Romeinen, ja. Wat een mooie antwoorden, jongens. Daar zijn we heel blij mee. Er zijn er ook een aantal bij wie het niet werkt, dus die denken en kijken mee verder. Oké, nou voor iedereen die niet zijn eigen antwoord hier terug ziet komen. Ik weet zeker dat jullie ook allemaal mooie ideeën over de Romeinen hebben. Nou, wat ik zie staan is al een heleboel. Ik zie allereerst een dode taal. Ja, want bij de Romeinen denk je meteen aan het Latijn. En dat is een taal die we vandaag de dag niet meer spreken. Dus dat noemen we ook wel een dode taal. Dat wordt niet gesproken, maar dat betekent niet dat het niet meer interessant is, want het wordt nog wel heel veel gelezen.
Waarom zou je dat nou lezen, zo'n dode taal? Nou, dat heeft te maken met al die andere dingen die jullie noemen. Met de geschiedenis van Rome. En Rome werd op een gegeven moment een groot keizerrijk. Een van de eerste mensen die Rome eigenlijk in Rome de macht voor zichzelf wilde. Die was nog geen keizer. Maar dat is Julius Caesar. Julius Caesar die heeft het Romeinse Rijk heel groot gemaakt. Nou, in Rome stonden ook de gladiatorenspelen bekend. Dat is dat de gladiatoren moesten vechten in een arena, zoals het Colosseum, zoals we dat net in de presentatie zagen. In zo'n arena moesten ze vechten met wilde dieren. Nou, er zijn er ook nog een aantal andere dingen die jullie noemen. Dat ze heel slim zijn. Ze hebben natuurlijk heel veel dingen uitgevonden waar wij vandaag de dag nog steeds van profiteren. Maar wat ik nog niet zoveel terugzie, is dat er ook heel veel mooie verhalen uit de Romeinse oudheid komen. We gaan even terug naar de presentatie. Iedereen heeft hem er weer bij, hartstikke mooi. Dus, zoals we al zeiden, bestudeerden we bij Latijn allereerst de taal. Dat is een dode taal, maar het heeft wel heel veel invloed gehad op latere talen. Want het Frans en het Italiaans en het Spaans zijn allemaal afkomstig van het Latijn. Dus als je Latijn leert, wordt het ook veel makkelijker om die andere talen te leren. Dat is één reden om Latijn te leren. Gaan we naar de volgende. En dat is de geschiedenis. Want hier staan al allemaal dingen genoemd. Medicijnen, wijn, onderwijs. Wegen, gebouwen. De Romeinen hebben heel veel uitgevonden wat nog steeds in onze cultuur, in onze samenleving terug te zien is. In de gebouwen, in de architectuur. Dus de geschiedenis die werkt door. En de Romeinen hebben een hele grote invloed gehad. Dan gaan we naar de verhalen. En de Romeinse verhalen, de Romeinse mythologie, is zo leuk omdat de goden daar een belangrijke rol in spelen. De goden, zoals Jupiter, en Jupiter is de oppergod, de baas van alle goden. Ze hadden dus niet één god, maar meerdere, want we zien ook Juno staan. Dat is de echtgenote van Jupiter. Dan heb je nog de god Neptunus, of Poseidon in het Grieks. En Pluto. En wat je opvalt is dat elke god eigenlijk zijn eigen domein heeft. Dus Jupiter is de god van de koning van de goden en die heeft de bliksem. Juno is zijn vrouw. Poseidon, Neptunus, is de god van de zee. En Hades of Pluto, die woont in de onderwereld. Zo heeft elke god eigenlijk zijn eigen domein. Ik geef nog een paar voorbeelden. Apollo, dat is de god van de muziek. En Afrodite is de godin van de liefde. Dan heb je ook nog Mars. Dat is eigenlijk een beetje tegenovergestelde. Dat is de god van de oorlog. En die goden spelen een belangrijke rol in de verhalen die we in het Latijn kunnen lezen. Dan gaan we nu door naar het tweede onderdeel van deze les. We gaan namelijk kijken wat jullie al weten over de Romeinen. Je krijgt straks een aantal stellingen te zien. En jullie moeten zeggen of dat waar of niet waar is. En daarvoor heb je een blauw en een rood voorwerp nodig. Dus ren even door je huis, pak een t-shirt, pen, stift, papiertje. Zoek iets blauws en iets roods. Dan gaan we bij deze vier stellingen kijken wat jullie al weten. De grote galerij werkt momenteel niet bij mij. Okay. Dit kan ook door hoe ik nu presenteer. Ja. Neem even een momentje om even te zoeken in je huis naar iets blauws of iets roods. En dan gaan we van start. Ik denk dat die gaat komen zodra meer mensen krijgen. En daarbij is het natuurlijk handig als je ook even je camera aanzet. Dat is wel een goed punt. Alleen dan kunnen we zien of je het goede antwoord hebt bedacht. Zijn we klaar voor de eerste stelling? Ja, eerste stelling komt eraan. Kijk ik even mee. De stichter van Rome heette Roma. Roma. Als je het daarmee eens bent, dus waar, dan mag je een blauw voorwerp pakken. Denk je, nee, dat klopt niet, dan pak je een rood voorwerp en hou je die voor je camera. Dus blauw is waar en rood is niet waar.
Neem even een momentje om te antwoorden. Ik zie al heel veel mooie voorwerpen voor de camera verschijnen. Het antwoord is niet waar, want Rome is gesticht door Romulus, dus niet door Roma. Wat wel grappig is om te vertellen, is dat Romulus een tweelingbroer had. Die heette Remus. En zij wilden eigenlijk allebei wel de macht over Rome, of de eerste koning van Rome worden. Maar Romulus heeft ze toen gewonnen van zijn broertje Remus. Maar het is wel grappig om je te bedenken dat als Remus had gewonnen, dat Rome misschien wel Reme had geheten. Maar dat is dus niet zo. De stichter van Rome was Romulus. Jullie mogen je voorwerpen weer naar beneden doen. Dan gaan we namelijk naar de tweede stelling. En dat gaat over het lekkere Italiaanse eten. De Romeinen aten al pizza met tomatensaus. Is dat waar in het blauw of niet waar? En dan pak je rood. Dat was trouwens de bel. Als je hier op school zit, dan moet je na elke bel van les wisselen. Maar wij gaan gewoon door met deze les. Neem even de tijd om een voorwerp erbij te zoeken. De Romeinen aten pizza met tomatensaus. De mensen die rood gepakt hebben, hebben het goed. Want de Romeinen aten nog geen pizza met tomatensaus. Ze hadden wel een soort platte broden, hè, van water en meel. Maar die tomatensaus en de mozzarella, dat is echt een luxe product. Dat hadden ze nog niet. Dat was inderdaad niet ontdekt. Nee, de tomaat was nog niet ontdekt. Dat klopt. Volgende stelling. Voor de mensen die nog een oude stelling voor de camera hadden, doe hem snel weg. Want daar komt de volgende. De Romeinen gingen met z'n allen tegelijk naar de wc. Is dat waar of niet waar? Ik ben heel benieuwd wat jullie hierover denken. Heeft iedereen tijd gehad om daar even over na te denken? Gingen de Romeinen nou met z'n allen naar de wc? Ja, het antwoord daarop is ja. De Romeinen die stonden bekend om hun riolering, maar ze hadden wel maar één gemeenschappelijke plek voor meerdere mensen, een publiek openbaar toilet, voor iedereen. Alleen de rijke mensen die hadden hun eigen wc, dus die hoefden niet te plassen naast de buurman. Ook een leuk feitje, dat heeft mijn collega mij vandaag verteld, is dat bij de wolmakers, dus mensen die van een schapenvacht een wol maken, dat daar buiten altijd potten met potten stonden waar mensen ook in konden plassen. En die urine werd dan gebruikt om de wol te bleken, dus om het zo wit mogelijk te maken. Dus ook daar was het dus belangrijk om met z'n allen te gaan plassen en wilden ze daar nuttig gebruik van maken. En daar komen dus ook die witte, mooie witte toga's vandaan. Ja, precies. De witte toga's die hebben dus een beetje een stinkend verhaal daarachter. Goede aanvulling. Gaan we naar de vierde stelling en daar is een hele opzomming. Corona, vaccin, keizer, mobiel, arrogant, kamer, museum en nog een heleboel andere woorden komen allemaal uit het Latijn. Is dat waar of niet waar? Denk daar even goed over na. Blauw is waar, rood is niet waar. Mensen twijfelen nog een beetje. Misschien is dat omdat iedereen over elk woord na aan het denken is. Neem de tijd. Is het waar? Is het niet waar? Antwoorden stromen binnen ook in de chat. Hartstikke leuk, heel goed. Ik denk dat we door kunnen naar het antwoord. En dat is waar. Heel veel woorden uit het Nederlands komen oorspronkelijk uit het Latijn. Dus het is extra leuk dat als je woordjes Latijn aan het leren bent, dat je soms ook het Nederlands ineens een stuk beter snapt. Dus heel veel woorden, ook woorden die we nu heel veel gebruiken, zoals corona en vaccin, komen uit het Latijn.
Dan mogen jullie voorwerpen nu even wegleggen, want we gaan door naar een volgende onderdeel van ons les. En dat is wat je eigenlijk in een les Latijn best wel veel doet. Want die teksten uit de oudheid kun je niet zomaar lezen. Die moet je vertalen. En dat is waar jullie nu ook mee gaan oefenen. We hebben hier voor jullie een tekstje. En aan de ene kant staat de Latijnse tekst. En dat gaat over de goden die we net al even hebben gezien. Over bijvoorbeeld Jupiter en over zijn vrouw Juno. Nou, aan de linkerkant, aan de rechterkant zie je dan een lijstje met woorden. Die staan op alfabetische volgorde. Dus wat je nu mag gaan doen, is eigenlijk een kleine puzzel maken en elk woord vertalen. Dat mag in je hoofd of op een papiertje. En na ongeveer 5 tot 10 minuutjes gaan we die even bespreken. Het kan best ingewikkeld zijn zo vertalen, maar met een beetje gepuzzel denk ik dat jullie er wel uitkomen. Ga ik mezelf eventjes op mute zetten, zodat jullie op opperste concentratie kunnen vertalen. En als je vragen hebt, dan stuur je die natuurlijk gewoon in de chat. Zo, daar ben ik weer. Even de computer aan de stroom. Kunnen ze deze tekst nog goed zien? Ja. Mooi zo. En het kwam al even voorbij, hè? Maar je kan natuurlijk altijd vragen stellen tijdens vertalen, want vertalen is niet heel makkelijk. En daarom heb je altijd je docent die je daarbij kan helpen. Dus voor nu mogen jullie ook altijd vragen stellen in de chat.
Yes, voor de mensen die al klaar zijn met vertalen, super knap. Als je nog niet helemaal klaar bent, is dat natuurlijk ook helemaal niet erg. Zet het dan even in de chat of steek je handje op, want dan weten we hoe ver iedereen ongeveer is. Dan gaan we het zo meteen namelijk even bespreken. Kijk ook altijd als je aan het vertalen bent, goed of je niet een woord bent vergeten, want dat gebeurt nog wel eens. En of je alle woorden echt goed hebt vertaald. Neem we nog even 1 minuutje voor de mensen die hun vertaling willen opschrijven en dan gaan we hem bespreken. Combinatie van leerlingen die hun hand hebben gestoken in combinatie met de leerlingen die het in de chat hebben aangegeven dat de meesten wel klaar zijn. Sowieso, ik hoor dat jullie een hele snelle groep zijn. Echt fantastisch. Als je er nou nog niet helemaal uitkwam, is dat natuurlijk ook helemaal niet erg. Want het is de eerste keer dat je aan het vertalen bent. En zoals ik al zei, dat is niet heel makkelijk. Dus ook als je nu denkt, ik weet niet of ik de tekst helemaal begrepen heb, is dat ook niet erg. Want dat ga je natuurlijk juist leren bij Latijn. Laten we samen even kijken naar deze tekst. En de tekst begint als volgt. Jupiter est rex deorum. Jupiter is de rex, de koning van de goden. De oppergod, zo wordt het ook wel goed. Jupiter in templo sedet. Jupiter zit in de tempel, in een tempel. Het woordje in stond niet in de woordlijst, maar die mag je dus in het Nederlands ook gewoon met in vertalen. Soms lijken het Latijn en het Nederlands best wel op elkaar. Hij zit in de tempel en misschien komt bij jullie nu wel de vraag op, wat is een tempel eigenlijk? In een tempel worden goden vereerd. Dat is een gebouw wat mensen maken voor een bepaalde god. En dan kunnen ze daar bijvoorbeeld een offer brengen of daar naartoe gaan als ze willen dat die goden iets voor hen doen. Bijvoorbeeld hen gaan helpen bij iets. Dus op die manier willen de mensen in de tempel eigenlijk contact maken met de goden. Het is dus niet zo gek dat Jupiter, de oppergod, de koning van de goden, zijn eigen tempel heeft. Hij zit in de tempel. Dan komt er een andere god voor in de tekst. Dat is namelijk Juno. Juno is de Uxor, de vrouw van Jupiter, Jovis. Juno is de vrouw van Jupiter. Zij zit naast Jupiter. Zij zit dus naast haar man in de tempel. De godin, de Dea, volgende stukje, defendit, beschermt het huwelijk. We zeiden net al, hè, elke god heeft zijn eigen domein. Jupiter is de koning van de goden en Juno is de godin van het huwelijk. Dea, de godin, beschermt het huwelijk. Dan komen we een nieuwe god tegen en dat is Mars. Mars is een god. Mars is de zoon, de filius, van Jupiter en Juno. Dus Jupiter en Juno hebben samen de god Mars. En dat is de god van de oorlog en dat lezen we ook in de laatste zin. Mars houdt van Amat de Bellum, de oorlog. Ik ben heel benieuwd of het goed ging om dit tekstje te vertalen. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vonden om te doen. Zo'n puzzeltje oplossen. En als je zomaar een paar regels hebt vertaald, zit daar toch al heel veel nieuwe informatie in. Heb je al heel veel geleerd over de goden van de Romeinen. Over Jupiter, over Juno en over Mars. Dus ook met een paar regeltjes tekst kun je al een heleboel leren. Gaan we weer even terug naar de presentatie. Een moment, want daarmee is deze proefles ten einde. En dat zou ik dan graag willen gebruiken om jullie vragen over het Stedelijk Gymnasium en over het vak Latijn, de vakken Grieks en Latijn eigenlijk, samen de klassieke talen, te kunnen beantwoorden. Voor nu, eerst nog eventjes, als je nou meer wil weten over de Romeinen, dan stopt het niet na de proefles, gelukkig maar, je kan altijd door met de Romeinen. Daarvoor kun je een quiz beantwoorden. En voor die quiz kun je Kahoot gebruiken. Dan ga je naar kahoot.it en daar heb je een inlogpin nodig. Die staat nu in de chat. Dus daar kan je thuis nog een korte quiz maken.
Wat je ook kan doen, dan hoef je zelf niet actief de quiz te maken, maar dan kan je gewoon lekker iets kijken. Dat is de serie Welkom bij de Romeinen. En als je dat kijkt, dan weet je al een heleboel over die Romeinen. Nou, dat in ieder geval voor wat je thuis kunt doen. We sluiten af met het beantwoorden van een aantal vragen over het gymnasium. De eerste vraag is hoeveel huiswerk en krijg je dan ook extra uren voor Latijn en Grieks? Is het dan dat je meer uren hebt als je gymnasium doet? Ja, het is zeker waar. Als je gymnasium doet, heb je een extra vak, dus zit je net iets meer op school. Maar we zien ook dat de leerlingen van het gymnasium vaak goed zijn in andere vakken en daardoor juist weer wat minder tijd aan school kwijt zijn. Dus ja, je hebt extra uren voor Grieks en Latijn. En dan komen we op een tweede vraag, dat is het huiswerk. Om een taal te leren moet je inderdaad daar vaak mee bezig zijn. Dus als je één keer per jaar op vakantie gaat naar Frankrijk, dan kan je niet zo goed Frans. Als je elke dag op vakantie zou gaan naar Frankrijk, zou je heel goed Frans leren. Daarom heb je heel regelmatig Grieks en Latijn. In de eerste klas alleen Latijn en in de tweede klas ook Grieks. Dus juist omdat je dat meerdere dagen achter elkaar hebt, kun je het snel leren. En daar hoort ook een beetje huiswerk bij, maar dat valt allemaal mee. Hoe ziet een normale les bij Latijn eruit? Een normale les bij Latijn, hoe ziet dat eruit? Nou, eigenlijk best wel een beetje zoals deze les. We doen iets aan de cultuur, zoals de goden. We doen iets aan de tekst, zoals vertalen. We zijn veel met vertalen bezig. Om goed te kunnen vertalen leer je ook de grammatica en de woordjes. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Elke les wat cultuur, grammatica en vertalen. Wat zijn voor uitjes en gaan we ook naar Rome? Nou, dat is meteen de leukste vraag. De uitjes. Er zijn verschillende uitjes op deze school. Sommige hebben natuurlijk met Grieks en Latijn te maken, andere niet. Zo zijn we naar het Rijksmuseum van Oudheden geweest met het derde jaar. In Leiden is dat. Dus daar heb je een museum vol met standbeelden en met fasen uit de oudheid. En natuurlijk is het hoogtepunt van je gymnasium tijd misschien wel de Rome-reis of de Griekenland-reis. In de vijfde klas kun je kiezen op het stedelijk gymnasium of je naar Rome of Griekenland wil. En dan kan je eigenlijk alles wat je bij Grieks en Latijn geleerd hebt ook echt in het echt zien. Zijn er nog andere vragen? Zijn er nog andere vragen? Dat waren ze al. Leuke vragen, jongens. Als er voor nu geen andere vragen zijn, dan kun je natuurlijk altijd nog naar de open dag komen om je laatste vraag te stellen en ook om een indruk te krijgen van school. En dan hoop ik dat ik sommige van jullie, of de meeste van jullie natuurlijk, in de eerste klas hier op het Stedelijk Gymnasium zou kunnen verwelkomen. Dus wie weet, tot volgend jaar. Natuurlijk ook helemaal prima.